Dag Kenta, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Elegance. Stel je eens even voor, alstublieft. Ja, ik ben Kenta, ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriend en mijn plushondje in Roeselare. Ja, ja. Bevalt het je daar in Roeselare? Ja, zeker. We zitten nu al met drie meisjes rond Roeselare, hoe komt dat toch? Sharon en Kelly zijn twee vriendinnen van mij en zij hebben een beetje over die streep geholpen voor toch mee te doen aan Miss Elegance. Ja, ja, ja. En wat dacht je zo, is dat niet vreemd zo aan een misverkiezing in één keer gaan meedoen? Ja, ik heb eigenlijk ook gezegd van, dat, toen ze het vroegen van, ja, dat is niks voor mij. Mm-hmm. En ja, toch blijven doorgaan. En mijn vriend zei dan van, ja schat, probeer dat, het is een keer een nieuwe ervaring. Ja. En toen dacht ik van, ja, oké, het is een keer iets nieuws, hoe kan dat een keer proberen? En ja, daarmee sta ik hier nu. Ja, je hebt groot gelijk. Studeer je nog of werk je al? Ik werk al in de Lidl. Ja, ja. En, bevalt het je? Jazeker, ja. Elke dag vroeg op? Nee, dat valt mee. Ja. Het is ja, de ene keer 7 uur op en de andere keer is het maar om 1 uur beginnen. Dus. Ja, dan zit daar ook meer weekendwerk, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is niet helemaal zo. Hè. Ja, tegenwoordig kan je niet veel meer zonder weekend. Waar denk je binnen 5 jaar te staan? Binnen 5 jaar hoop ik dat ik samen met mijn vriend nog een kindje heb. Ja. En dat we misschien een huisje kunnen kopen. Ja, ja. Ja. In de omgeving van Roeselare blijven? Ja. Ja. We hebben daar allebei ons vast werk. Dus. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ga je graag op reis? Ja. Ja. Waar ga je graag naartoe? Wel, momenteel ben ik enkel nog maar naar Turkije gegaan. Maar mijn grootste droom is eigenlijk het Dominicaanse. Ja. Ja. Ja, daar is het fantastisch natuurlijk. Mijn vriend is er al geweest en heeft er veel over verteld. En ja, ja, nu is het nog meer dat ik graag naar dat Dominicaanse wil gaan. Ja, wat spreekt je daar aan? Ja, gewoon hoe het eruit ziet, die omgeving. Ja, ik wil dat ook een keer meemaken. Ja. Wat vinden je vrienden en zo ervan, dat je meedoet aan zo'n misverkiezing? Ja, ze steunen me er allemaal in. Ik heb ook koeken dat ik verkocht als steun voor mezelf. Ja. En eigenlijk veel dat ik al gekregen heb van kind dat wij er aan de kant houden voor me. Dus ja. Binnen 5 jaar, waar denk je, of waar wil je binnen 5 jaar staan? Ja, kindje samen met mijn vriend, huisje, ja. Dat is niks mis mee, hè? Ja. Absoluut niet. Als ik je nou zou nog willen leren kennen als meisje of als vrouw, wat moet ik dan zeker weten over jou? Ik ben eigenlijk wel een verlegen meisje. En kan soms wel koppig zijn, ja. Nog een liedje. Ja. En dat is een tweede van Roeselare die al koppig kan zijn. Ja. We hebben elkaar een beetje gevonden. Ja, okay. Maar dat is per se niet slecht, hè, koppig. Nee, zeker niet. Als je je doel wilt bereiken, is koppigheid een kwaliteit, hè? Ja, dat klopt. Soms is het nodig om een keer koppig te zijn. Ja, absoluut. Zijn er nog dingen die ik moet weten over jou? Ja, ik zit het carnaval samen met mijn vriend. Ah ja? Ja. Oh. Dat is leuk. Ja. Je bent eigenlijk een carnavalist, een leutemaker. Ja. En ga je dan met een wagen mee of hoe zit dat? Ja, stoeten, eetfestijn, naar bals, eigenlijk een beetje het hele pakketje. Ja, ja, ja. En bouw je dan ook zelf aan die wagen mee? Momenteel heb ik zelf nog niet eraan geholpen, nee. Want dat is toch wel, allee, die mensen zijn er toch een jaar mee bezig en zo. Ja, ja, dat klopt. Maar bij ons, allee, nu zijn we op zoek naar een nieuwe wagen. Ja. Dus, ja. Ah, dat is wel leuk. Ik wil wel eens komen zien als jij erop staat. Ja. Oké, okay. Ja. Ik wens je nog heel veel succes en tot de volgende keer. Ja, dank je wel. Alsjeblieft.